Hallo iedereen. Vaak wordt beweerd dat de energietransitie voor 100% kan opgelost worden met windenergie. Anderen vinden dit je reinste waanzin. Dit filmpje toont de realiteit. Gigantisch in opbouw zijnde gascontainers en draaiende windmolens. Inderdaad, draaiende windmolens die vandaag 22 maart niets opwekken. Het is niet omdat een windmolen draait, dat hij ook elektriciteit levert. Ik heb er terzelfde tijd de Electricity Map bijgenomen. En misschien is het interessant om deze even nader uit te leggen. En op deze map zien we direct hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt in België. Of hoeveel elektriciteit er opgewekt wordt. Inderdaad, het verbruik is steeds gelijk aan de productie. En zo zien we op een schaal van 0 tot 6 gigawatt. Ja, 1 gigawatt, dat komt eigenlijk overeen met 1 miljard watt. En dan moet je weten dat een strijkijzer ongeveer 800 watt is. Een kookplaat van 1000 tot 2000 watt. Een elektrisch vuurtje 500 watt, 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt. En zo zie je dat 1 gigawatt ook gelijk is aan 1000 megawatt. Nu, 1000 megawatt of 1 gigawatt, dat is eigenlijk het vermogen van 1 kerncentrale of een kolencentrale. Gascentrales zijn meestal iets kleiner. Nu, we weten dat al onze kerncentrales samen 6 gigawatt kunnen leveren. Met andere woorden, ze hebben een vermogen van 6 gigawatt. En we zien op de figuur dat die 6 gigawatt ook geleverd wordt. En vervolgens zien we op de figuur dat al onze windturbines samen ongeveer een vermogen hebben van 5 gigawatt. Maar, helaas, die 5 gigawatt wordt niet geleverd. Want je kan dat niet regelen. Het is de wind die bepaalt of er energie geleverd wordt. En vandaag is dat nul. En vervolgens zonne-energie. Ietske meer geïnstalleerd vermogen dan windenergie, maar weinig zonne-energie vandaag. Het is ook winter. En je moet weten, 's nachts geen zonne-energie. En tot slot onze gascentrales. Regelbare, vlot regelbare gascentrales. Ze hebben een totaal vermogen van iets meer dan kerncentrales. Laat ons zeggen 6,5 gigawatt. En momenteel wordt er 4 gigawatt opgewekt. En gans onderaan zien we dat we momenteel een klein beetje energie leveren naar Frankrijk, naar Luxemburg en naar Nederland. En zo kunnen we besluiten dat België deze dag, op dit moment, ongeveer 10 gigawatt vroeg aan vermogen. En als we deze energiehoeveelheid nu vermenigvuldigen met het aantal uren in een jaar, dan bekomen we energie, namelijk 10 gigawatt maal 24 uren per dag maal 365 dagen komt overeen met 87.600 gigawattuur of 87,6 terawattuur. Nu, ik weet, wij zijn de kilowattuur gewoon. Dat is een veel kleinere eenheid, maar ik kan het ook uitdrukken in kilowattuur. 87,6 miljard kilowattuur. En zo zien we dat België dat eigenlijk nog niet zo slecht doet. Dankzij de kerncentrales hebben we slechts een CO2-uitstoot van 192 gram per kilowattuur. En tot slot Duitsland. Met een geïnstalleerd vermogen van ruim 60 gigawatt. Ja, u hoort het goed. 60 gigawatt aan windturbines en een kleine 60 gigawatt aan zonnepanelen presteert veel slechter dan België. Dus ons voorbeeldland is Frankrijk, met slechts 76 gram CO2-uitstoot per kilowattuur, met ruim 60 gigawatt aan regelbare kerncentrales.